Vorige week hebben jullie het gezien, hè? In die video. Daar heb ik mijn auto's laten zien en ja, er moet er één weg. Er moet er één weg. We hebben een beetje ruimtegebrek thuis en kiezen is in dit geval absoluut verliezen. Ik kan het niet kiezen, dus ik heb het een beetje aan jullie ook gevraagd in de hoop natuurlijk dat het wel ergens naartoe zou gaan. Want er staat ook een heel mooi babyblauw Fordje Escort tussen. En ik hou een klein beetje van die auto. En gelukkig is daar niet massaal voor gekozen. Die mag blijven. Jullie hebben massaal gekozen voor deze auto. De Porsche Macan uit 2015. Dat is een 3 liter S diesel. Best een hele fijne auto, hoor. Mooi compleet, maar die mag weg. Dus die gaan we verkopen. Marktplaats. Dat kent natuurlijk iedereen. Hier kun je werkelijk alles opzetten. Je oude sokken of een gebruikte auto. Porsche Macan, want daar gaat het om. En dan vindt hij vanzelf de rubriek. Oké, dat is prettig. Dat is vlot. Ja, en dan kom je dus bij de foto's. Die foto's worden niet beoordeeld. Als jij slechte foto's maakt, dan komen er slechte foto's op Marktplaats. Nou goed, ja, en dan moet je alles gaan invullen, aanvinken. Ja, en dan dus de tekst. Ik kan me voorstellen dat er mensen zijn die dat lastig vinden, die dat moeilijk vinden. En de tekst bepaalt natuurlijk wel veel, hè? En daarin kun je dus vertellen wat er nou eigenlijk allemaal gaande is, wat je wil verkopen. Nou goed, en dan kom je uit bij de prijs. Die bepaal je zelf. Heb je de juiste prijs? Dat merk je vanzelf. Want als er niemand belt, dan zit je te hoog. Ja, over prijs gesproken. Je moet natuurlijk betalen bij Marktplaats. En dan kun je kiezen basis, plus of premium. Ja, ik zou dan misschien snel gaan voor premium, want dan heb je de meeste kans. Dit is natuurlijk het kunstje wat erachter zit, hè? Want dan betaal je natuurlijk ook uiteindelijk weer het meest. Maar goed, we gaan het gewoon proberen. Hup. Naar betalen. Daar gaat hij. Nou, dat was Marktplaats. Duidelijk dus. Gaan we nu ik wil van mijn auto afproberen? Dat kan, naar het schijnt, gewoon rechtstreeks via je telefoon. Dan moet je natuurlijk wel foto's maken. Zoek even een leuk plekje voor op. Als je nou een auto verkoopt, dan maakt het helemaal niet uit waar je hem verkoopt. Je moet altijd zorgen voor goede foto's. Eerlijke foto's en het moet ook compleet zijn. Hè? Dus het interieur en van alle hoeken van de auto, de wielen en eventuele beschadiging. Een fotootje van de achterbanden, die zijn namelijk in goede staat. De hele auto trouwens. Dan gaan we naar ik wil van mijn auto af. Kijk, dat is mooi, hè? Dan tik je het kenteken in en direct komt de auto tevoorschijn. Porsche Macan 2015, een diesel. Nou, dat klopt dus allemaal. Dan de kilometerstand eventjes invullen. Dan gaan we naar de staat van de buitenzijde. 4 sterren. Meer zijn er niet. Staat interieur, technische staat, de staat van de banden. Tik je op volgende. Hartstikke eenvoudig is het. Gewoon eventjes de opties invullen. Hier natuurlijk mijn eigen gegevens, uiteraard. En dan nog de foto's. Heel belangrijk, hè? De foto's. En that's it. Dat is grappig. Het is juist geweldig. Een medewerker van ik wil van mijn auto af. En die wil van alles weten. En wat voor extra's? Heeft hij winterbanden? Zitten er wielen bij? Een groot transparant dak? Een leren bekleding? Heeft hij een plekje, een krasje, een deukje? En dat is allemaal natuurlijk om het zo concreet mogelijk te maken. Maar goed, we gaan eventjes naar de dealer. Eens kijken wat die voor deze auto geven. Hoewel ik daar niet zo heel veel van verwacht eigenlijk. En dat is dan wel fijn, hè, als je naar zo'n dealer gaat, want er is persoonlijk contact. Je drinkt een kopje koffie, je klets wat, die man loopt een rondje om de auto. En vervolgens kom je dan tot een deal. Alleen die deal zit meestal zo in elkaar dat je een auto komt kopen en je ruilt je auto in. Alleen ik kom niks kopen, ik wil alleen die auto daar afleveren op de verkoper. Nou, dat kan, dat noemen ze dan in conciliatie. Dus dan gaan ze hem eigenlijk voor je verkopen. In dit geval niet fysiek, maar digitaal. Ja, dan is het gewoon een kwestie van afwachten. En dan is dat toch een beetje een gek idee. Hè? Je hebt jarenlang rijden in zo'n auto. Dat is een fijne auto en hij is goed geweest. En je hebt er wat mooie dingen in beleefd en zo. En dan komt binnenkort het moment dat iemand anders eigenaar is. Die zit hier achter het stuur en weg is de auto. Ja, maar goed, dat was de bedoeling natuurlijk ook. Hè?